bij deze engelenboodschap voor vrijdag 8 juli. Helaas kon ik gisteren geen boodschap doen. Dus we gaan vandaag weer verder met de engelenboodschappen. En we gaan kijken wat eruit komt. Het is een algemene reading, dus het kan en zal niet bij iedereen's situatie resoneren. Neem mee wat bij je situatie past. En past het, dan geef me alsjeblieft een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Het is gratis. En druk op die bel dan ook, zodat jullie kunnen zien wanneer ik een volgende reading post. We gaan meteen beginnen met jullie reading, met het elfenorakel. Welke boodschap mag er uitkomen van het elfenorakel voor vandaag, vrijdag 8 juli? Wat is de boodschap voor vandaag, vrijdag 8 juli? Oh. We hebben de kaart. Muziek. Misschien heeft de muziek die je hoort een boodschap voor je. Luister dus goed. Muziek kan je blij maken, herinneringen oproepen of elfen aanroepen. Dus dat is de boodschap voor vandaag. Kan zijn dat je een bericht krijgt, een boodschap krijgt door muziek. Onder op het dek hebben we de kaart inspiratie. Wees voorbereid, want je zult snel een bezoekje krijgen van de elf van inspiratie. Ze kan elk moment komen, of het nu ochtend of avond is. Voor sommigen wellicht krijg je inspiratie door een bepaalde tekst die je hoort in een liedje. Dus ja, hou het in je hoofd voor vandaag. We gaan nu de engelen antwoordenkaarten erbij nemen. Dus neem een vraag in gedachten. Een vraag die speelt. Denk aan je vraag. Ondertussen schud ik de kaarten van het elfen van het engelen antwoorden orakel, sorry. En we gaan kijken wat het antwoord op jullie vraag is, universum. Welk antwoord mogen we ontvangen op de vraag die men zichzelf stelt? Welk antwoord mogen wij ontvangen van de engelen? Ja, dat was een heel snel antwoord. En het antwoord is ja. Een positief antwoord. En dit deck heeft inderdaad een ja, een nee en nog een nee met een uitroepteken. En de ja is eruit gekomen onder op het deck. De kaart vertrouwen. Heb vertrouwen. Is de boodschap. Dan gaan we kijken wat de Spirit of the Animals voor vandaag, vrijdag 8 juli, heeft voor ons. Welke boodschap mogen wij ontvangen van de Spirit Animals? Welke Spirit Animal is van toepassing vandaag, vrijdag 8 juli, universum? Graag een heldere, duidelijke boodschap voor vandaag, vrijdag 8 juli. We hebben het paard. En dit staat voor vrijheid, freedom. Je hart is puur en vrij. Een hoger doel roept jou. Een hogere bestemming roept je. Je hebt ongelimiteerde reserves als het gaat om je kracht. Je volgt de wind van verandering. En zal op die manier inderdaad je dromen verwezenlijken. Dus ga mee met de wind van verandering. En je hebt ja, een hele sterke innerlijke kracht. Je hart is puur en vrij. Mooie boodschap voor vandaag. En deze is er onlangs ook al een keer eerder uitgekomen. Het paard, vrijheid. Nou, en ik ben de kaarten aan het schudden. Ik heb nog niets gevraagd. En de toren draait om, dus we gaan kijken of die dat dadelijk ook uitkomt. Iets onverwachts wat staat te gebeuren. Dit kan een verrassing zijn, dit kan een shock zijn. Dit is in ieder geval een ingrijpen van het universum om een bepaalde situatie die wellicht stagneert of waar verandering in moet komen te veranderen. En dit kan inderdaad een hele ingrijpende verandering zijn. Heel plotseling, heel snel is de energie die hoort bij de toren. Conflicten en kan het voorstaan, maar het is een grote transformatie. We gaan kijken of deze kaart er dadelijk nogmaals uit wil komen. Maar ik heb altijd het gevoel dat een kaart niet voor niets meteen omdraait en dan ook nog een toren. Dus voor sommigen kan het zijn dat er vrijdag iets onverwachts staat te gebeuren, wat een grote verandering voor jou teweeg gaat brengen. Universum.
Ik wil graag een heldere, duidelijke boodschap voor vandaag, vrijdag 8 juli. Wat mogen wij verwachten vandaag, vrijdag 8 juli? Vrijdag 8 juli. En deze lag net onder op het dek. Ik heb helaas mijn dek niet omgedraaid. Sommigen hebben het misschien kunnen zien. Maar op het moment dat de toren eruit vloog, lag deze onder op het dek. Dit is een kaart van conflicten, meningen die botsen. Dit kan ook een gezonde uitdaging zijn. Dit kan een soort van competitie zijn, iets met wedstrijdelement. Maar over het algemeen, deze kaart staat inderdaad voor conflicten. De staven 5, vuur, energie, ram, leeuw, boogschutter. Dus het kan zijn voor sommigen van jullie dat er een bepaald conflict zal zijn vandaag. En er kunnen meerdere partijen bij betrokken zijn met de staven 5. Wat mogen we nog meer verwachten voor vrijdag 8 juli? Vrijdag 8 juli. Ja, dankjewel. Kelken 2, een sterke verbintenis, een soulmate energie, kan het zijn. Wauw. Nou, naast het conflict hebben we de zon. En de zon staat voor groei, voor vrijheid, bevrijding. En dat hebben we hier liggen. Paard, vrijheid. Wat nog meer? Wat mogen we nog meer verwachten? Wauw, een nieuw begin. De dwaas. Kan een nieuw begin zijn in de liefde. Met die kelken 2. Wederom een soulmate energie, zoals ik al zei. Het kan iemand zijn die jou spiegelt. Dus waterenergie. Schorpioen, kreeft, vissen. En dan hebben we met de zon heel sterk vuurenergie, leeuw. En met de dwaas hebben we heel sterk vuurenergie en dan ram. Dus we hebben ram, leeuw, boogschutter, sterke vuurenergie op de tafel. En nog een keer vuurenergie, boogschutter met de gematigheid. Wauw, we hebben al 3 grote arcanekaarten. Die toren die zojuist tevoorschijn kwam. Wat mogen we nog meer verwachten voor vandaag, vrijdag 8 juli? En nog een grote arcana. Ja, echt ongelooflijk. We hebben van de 6 kaarten 4 grote arcanekaarten en die toren dan zojuist dus 5 grote arcanekaarten. Keuze in de liefde. Voor sommigen een keuze uit 2 of 2 situaties. En kijken wat we onder op het dek hebben. Een energie van de zwaarden 8. Dit kan zelfsabotage zijn, negatief denken, in je hoofd zitten, het gevoel hebben vast te zitten in een bepaalde situatie. Niet verder te komen, stagnatie, jezelf eigenlijk als het ware gek maken, terwijl het wellicht niet nodig is, want dit kan staan voor inderdaad een illusie om vast te zetten. En ik heb het gevoel dat jullie eruit gaan komen, dat er iets gaat gebeuren. Er kan een bepaald conflict zijn, of een bepaalde situatie die al langer speelt. Conflicten met meerdere partijen of met één persoon. Met een soulmate kan het zijn. Iemand waar je een sterke band mee voelt. Maar je komt uit die zwaarde 8 energie vandaag. We hebben hier de aas van zwaarde onder op het dek. Dit staat voor duidelijkheid. Samen met de zonkaart die we hier hebben. En ook die gematigheid, een kaart van balans. Vandaag staat in het teken van een keuze die gemaakt wordt. Een nieuwe, frisse start. Balans in je situatie, duidelijkheid in de situatie vooral, duidelijke communicatie kan er binnen gaan komen met deze aas van zwaarden of een duidelijk inzicht. En dit kan komen door een conflict wat je hebt met iemand, iets wat onverwachts zich voordoet. Heb ik het gevoel, omdat we die toren zagen, een onverwachts conflict waar misschien de situatie duidelijk wordt. We gaan kijken waarom ligt hier de zwaarden 8. De zwaarden 8. Maar met de zon op het dek. Dit is de mooiste kaart uit het dek. Dus ook al mocht dit torenmoment een schokkend moment zijn. Iets waar je in eerste instantie van denkt. Ja, wat moet ik hiermee? Dit kan drama zijn met die kaarten. Staven 5.
chaos zijn in eerste instantie. Maar uiteindelijk brengt het jou bevrijding van een bepaalde situatie. Bevrijding uit een situatie waar je wellicht al langere tijd in vastzit of het gevoel hebt in vast te zitten. Zwaarde 8. Waarom ligt hier de zwaarde 8? De zwaarde 8. Zwaarden 8. Pentakels 7. Ja, dit heeft inderdaad te maken met het verleden. Met de pentakels 7. En het hoeft niet ver terug te zijn. Maar dit kan ook een aantal 7 maanden bijvoorbeeld terug zijn. Iets waar je inderdaad energie in gestopt hebt. Wellicht geld in gestopt hebt. Tijd in gestopt hebt. Je kijkt hier naar terug en er is geen vooruitgang in de situatie. Heb ik het gevoel, je zit vast op een bepaald punt in de situatie. Nog een kaart. Ja, en je komt inderdaad op een kruispunt. Een andere richting uitgaan met de staven 2. Dit is een situatie waar je heel veel over hebt nagedacht. Met die zwaarde 8 in je hoofd zetten. En je hebt erover nagedacht. Welke richting kan ik uitgaan? Wat zijn mijn opties? Je hebt de wereld in je handen. En het is tijd om een keuze te maken. Wat heb ik al gestopt aan energie hierin? Wat ben ik bereid om nog hierin te stoppen? Of ga ik inderdaad een compleet andere richting uit? En dit kost je heel veel kracht met de leeuwkaart. Maar ik heb ook het gevoel, je hebt de kracht om inderdaad uit die energie te komen van vastzitten. Dit is een kaart van moed, van durf. Dit is een kaart van iemand met een groot hart. Het goed willen doen. Loyaal zijn. Dus het vastzitten in een bepaalde situatie kan te maken hebben met je loyaliteit naar iemand. Of naar een bepaalde situatie. Waarom ligt hier de staven 5? We hebben sterk leeuw. Ram, boogschutter, tweeling. Ja, kijk, en dan komt hij hoor. Die staven 5 is een conflict. Is iets wat onverwachts binnenkomt. Een hele sterke energie. Het kan zijn dat je telefonisch met iemand een conflict zult hebben. Er komt iets aan het licht wat conflict gaat brengen. Maar dit is een hele snelle energie die je niet ziet aankomen. Iets wat je totaal niet ziet aankomen op het moment. Nog een kaart voor de toren. Wat is die toren? Kijk. Een situatie die inderdaad al langere tijd duurt. De lasten die deze persoon met zich meedraagt. Ja, dat heeft tijd nodig gehad om dat op te bouwen tot een 10. En een 10 is inderdaad, het is niet meer draagbaar op dit moment. En omdat dingen niet meer draagbaar zijn, wordt er vanuit het universum ingegrepen. En dit kan komen door middel van een conflict. En uiteindelijk zal dit heel veel stress, misschien chaos, zoals ik zei, drama met zich meebrengen. Dat kan komen van het soulmate met die kelken 2. Maar dit gaat je uiteindelijk ervoor zorgen dat je kunt groeien en dat je die lasten los kunt laten. De 10, dit is een einde en een nieuw begin. Waarom ligt hier die kelken 2? De kelken 2. Het heeft misschien te maken met een soulmate inderdaad waar je heel veel liefde voor voelt. Waar je inderdaad heel erg loyaal naartoe bent. Waarom ligt hier de kelken 2? Koning van kelken. Zwaarden 4. Koning van kelken is iemand die begripvol is. Behulpzaam. Iemand die emotioneel volwassen is. Iemand die veel heeft meegemaakt op emotioneel vlak. En daardoor inderdaad volwassen is. Dingen goed aanvoelt. Heel veel liefde heeft voor de andere persoon in deze of voor de situatie. En dan hebben we een zware 4. Dit conflict wat hier ligt, ik heb het gevoel, omdat dit de enige eigenlijk wat minder positieve kaart is. En die zware 8 in je hoofd zetten, het gevoel hebben vast te zetten. Ik heb het gevoel dat dit een innerlijk conflict is. En dat datgene, dat je datgene los kan laten. Met de zwaarde 4, dat is een energie van healing. Een energie van terugtrekken, rust nemen, mentaal.
uitgeput zijn, rust nemen en op die manier tot een ingeving komen. Dus ik heb het gevoel dat jullie in een innerlijk conflict zitten, veel in je hoofd zitten over een situatie, geen uitweg zien uit een situatie, vastzitten, dat je je rust gaat nemen, je gaat je terugtrekken. En het kan zijn dat jullie te maken hebben met een waterteken ook, kelken 2 en de koning van kelken, de schorpioen, kreeft, vissen, of je hebt het zelf in je eigen energie. Maar dit was de toren. Dus het kan zijn inderdaad dat er iemand op je pad komt. Iemand naar je toe komt. Iemand die je de liefde gaat verklaren. Wat is die koning van kelken? Of je komt tot het besef dat je weer open moet staan voor de liefde. En dan een specifieke connectie die hier ligt met de kelken 2. Waarom ligt hier die koning van kelken? Oeh, jee. Koning van kelken wordt verklaard door de ridder van zwaarden. Zwaarden 7. Dit is iemand die gevoelens heeft achtergehouden, emoties heeft binnengehouden, in zijn hoofd heeft gezeten, stress. En we hebben hier de zwaarden 8 en de zwaarden 9. Dit kan jullie energie zijn. Hele sterke gevoelens hebben die je op de een of andere manier verborgen hebt gehouden met de zwaarde 7. Hier zit je over in je hoofd, doemscenario's voor jezelf, ja, piekeren. En die 8 van zwaarden, de 9 van zwaarden, ja, ongeduldige energie, chaos met die ridder van zwaarden. Ik heb het gevoel dat er iemand onverwachts bij je binnen kan komen. Ja, je verwacht het totaal niet met het torenmoment. Maar je kunt inderdaad, er komt duidelijkheid in de situatie en je kunt lasten loslaten. Het kan zijn dat de waarheid gesproken wordt. We hadden net die aas van zwaarden onder op het dek. En we hebben hier de ridder van zwaarden, die spreekt de waarheid. Moet zich uitspreken en denkt daarbij niet zozeer na over hoe dit aankomt bij de andere persoon. Het kan gaan over iets in het verleden, een bedrog, een geheim, noem maar op. Waar je persoon over in zijn hoofd zit, spijt van heeft wellicht. En het kan ook te maken hebben inderdaad met gevoelens. Omdat we hier de koning van kelken hebben. Gevoelens, emoties die onderdrukt zijn en die nu eruit komen. Wat voor jou een opluchting is. Een bepaalde last die je los kan laten. Het kan ook zijn dat jij jezelf naar een ander toe gaat uitspreken. Dus kijk hoe de situatie resoneert. Waarom ligt hier de kelken 2? Kelken 2. Er is een keuze wordt er gemaakt in de liefde. Een nieuwe frisse start, een risico nemen. Balans proberen te brengen in een situatie. Een soulmate energie. En we hebben hier de kelken 2. Healing met de sterkaart en hoop op een goede toekomst tussen jullie beiden. Een heel sterk gevoel tussen jullie beiden. Met die sterkaart. En dit is een gevoel van wensvervulling. Dus jij of de persoon in deze, jullie zien elkaar als een wensvervulling. Ik heb het gevoel dat de liefde tussen jullie beiden wederzijds is. Dit is iemand die liefde voelt. En dit is iemand misschien die liefde in eerste instantie heeft proberen weg te drukken. Emoties heeft proberen weg te drukken. Die hier ligt, die koning van kelken. Maar er is geen ontkomen aan. Kijk, deze persoon heeft misschien een periode nodig gehad om te healen van een bepaalde situatie. Dat kan te maken hebben met deze situatie. Wanneer er sprake is geweest van geheimen of stiekemheid, noem maar op. Dit is de situatie vanuit elke ooghoek bekijken. Terugtrekken, een soort van stagnatie. En die energie ligt hier ook met de zwaarde 8. Het gevoel dat we niet verder te kunnen komen in een bepaalde situatie. En ik heb het gevoel dat er duidelijkheid komt. Onverwachts vanuit het universum komt er duidelijkheid en dit kan komen door iemand die met een boodschap komt of jij gaat de boodschap naar de ander brengen. Om balans te brengen in een situatie. Er is een keuze gemaakt in de liefde. Het kan een keuze uit 2 zijn. Wauw, vandaag echt. Er staat van alles te gebeuren. Ja.
De geliefde wordt verklaard door de zware 10. Een einde heeft er plaatsgevonden. Er is een keuze gemaakt, dus een bepaalde situatie is beëindigd. Een opluchting, licht aan het einde van de horizon, een nieuwe deur die opengaat. En er is een keuze gemaakt. Kijk, een nieuw begin. Aas van Pentakels. En dit wordt ook weer aangegeven vanuit het universum, een hand van het universum. Dus een nieuw begin. Na een einde, een beëindiging van een bepaalde situatie of een bepaalde moeilijke periode met de zwaarde 10. Waarom ligt hier de zon? De zon. Mooiste kaart uit het dek. De hoge priesteres. Ja, dingen waren niet duidelijk. Er waren dingen die je niet kon zien in deze situatie. Met de hoge priesteres. Dit is iemand die inderdaad heel goed emoties binnenhoudt. Geheimen weet te bewaren. Dit is wederom waterenergie. Schorpioen, kreeft, vissen. Dus we hebben sterk vuur, water. We hebben ook wat zwaarden. Tweeling, weegschaal, waterman. Waarom ligt hier de zon? Emoties worden geuit met die zon. En de zon staat voor vreugde, overvloed, liefde, balans, warmte, succes, welvaart, rijkdom, liefde. Ja, waarom ligt hier de zon? Kijk, de schildknaap van staven. Nieuw avontuur. Nieuw begin. Boodschap. Passie, iets waar je passie voor voelt, iets waar je creativiteit in kwijt kan. Ik heb het gevoel dat iemand zich op de achtergrond heeft gehouden, het geheim heeft gehouden, zijn of haar gevoelens voor je en deze vandaag naar voren gaat komen. Totaal onverwachts. Balans probeert te vinden in de situatie, de gematigdheid. Deze persoon kan door een periode van healing zijn gegaan, dit kan jouw energie zijn. Waarom ligt hier de Fool? En dit is iemand die wil een risico nemen, wil in het diepe springen, wil een frisse nieuwe start. Is heel optimistisch. Soulmate energie, heel sterk soulmate energie met de kelken 6 en de kelken 2. Het kan zijn dat het iemand is uit het verleden. Een soulmate energie, het kan ook iemand zijn, een nieuw persoon. Iemand die inderdaad zijn gevoelens verborgen heeft gehouden voor je. Iemand waar je wellicht een contract mee hebt afgesloten in een vorig leven, mocht je daarin geloven. Iemand die je kent vanuit je kindertijd. Of iemand die jou inderdaad, je innerlijke kind, het gevoel geeft dat je weer zorgeloos kunt zijn. Die speelsheid van het innerlijke kind. En dat kan letterlijk zo zijn dat deze persoon inderdaad naar jou gaat communiceren. Of inderdaad met iets komt, een klein geschenk. Waarom ligt hier de Fool? En op die manier inderdaad probeert om iets te starten. Emoties die geuit worden. Zijn liefde te laten blijken. Want we hebben hier de Aas van Kelken. Een nieuw begin. We hebben twee keer een nieuw begin. We hebben hier een nieuw begin wat gaat over liefde. Emoties. Emotionele balans. Nog een kaart van balans. En dan hebben we hier een nieuw begin. Iets wat stabiliteit brengt, zekerheid brengt. Een geschenk kan dit ook weer zijn. Hele mooie energie voor vandaag. Vrijdag 8 juli. Ik hoop zo dat dit inderdaad resoneert. Jullie komen uit die zwaarde 8 energie. Waarom ligt hier de gematigdheid? De gematigdheid voor vrijdag 8 juli. Wauw. Wow, de wereldkaart. Laatste kaart van de grote arcana. Stier, leeuw, waterman, schorpioen energie. En we hebben de kelken 3, samenkomen. Ik heb het gevoel iemand wil samenkomen met je. En dit kan te maken hebben met unfinished business. Dit kan zijn iemand uit het verleden, zoals ik zei, die met jou een verzoening wil, jou wil zien. Gevoelens uit, maar dit is ook goed nieuws. Iets valt er te vieren. En ik heb het gevoel inderdaad met die wereldkaart, er wordt iets afgesloten en een nieuwe fase gaat beginnen. De wereld ligt aan je voeten. Dit kan iemand zijn die zich op afstand bevindt, maar dit heeft echt te maken met, je hebt een aantal fases, eigenlijk alle fases doorlopen. En het is tijd inderdaad om een nieuwe, frisse start te maken. We hebben hier
Ja, 1, 2, 3, 4 kaarten, 5 kaarten van een nieuwe start, een nieuwe frisse start. De 10 is ook een einde en een nieuw begin. Die toren wat er binnenkomt, een hele sterke energie, spirituele energie ook. Ik heb het gevoel, inderdaad, het Rad van Fortuin ligt hier nog niet. Onder op het dek hebben we die Koning van Staven. Kan zijn dat je te maken hebt met een Koning van Staven, een vuurteken, ramleeuw, boogschutter, zoals ik al zei. Dit kan jullie energie zijn. Dit is een go-getter. Deze persoon gaat en staat voor wat hij wil en gaat dat ook bereiken. Dus gaat achter zijn doel aan. En ja, ik heb het gevoel dat je dus inderdaad vandaag een schok, iets shockings staat er te gebeuren. En dit haalt je uit de energie waar je in zat, het gevoel hebben vast te zitten. De zon, we hebben echt hele mooie kaarten, de ster op de tafel liggen, de gematigheid, hele spirituele kaarten. Iets wat tot nu toe onduidelijk was, wat je niet zag, wordt geuit. Emoties, gevoelens, er komt duidelijkheid en ja, groei en balans in een bepaalde situatie. Er is een keuze gemaakt. En er is iemand die inderdaad heel veel passie voelt, een hele sterke aantrekkingskracht voelt. En ik heb het gevoel dat jullie deze persoon wellicht al kennen, want we hebben de kelken 2, dus het is een wederzijds gevoel. En ja, er komt balans in de situatie, dus het kan zijn dat je inderdaad face-to-face zal komen met deze persoon, met de kelken 3. Maar er is iets te vieren inderdaad, en dat heeft te maken met het nieuwe begin en een nieuwe frisse start. Balans na eventueel een periode van healing. Een einde wat er heeft plaatsgevonden. En ja, misschien heeft de muziek die je hoort een boodschap voor je. Muziek kan je blij maken. Dus het kan zijn dat er ja, een bepaald liedje voorbij komt. Hou dat in je gedachten. Maar dit is de boodschap die ik voor jullie heb. Resoneer het. Geef me een like. Ik hoor heel graag jullie reacties. Want dit is echt hele mooie kaarten wat hier liggen. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik wens jullie een hele fijne vrijdag 8 juli toe. En ook alvast een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Dag!